is. Dat kan niet, hè? Dan staan ze op de weg. Ja. Maar er wordt hier al geroepen dat het Tom ten Brinke is. Tom ten Brinke zelfs. Uit Lutten de man met 217, dat moet dan de man zijn. 220 is het snelste meisje, krijg je hier. Dit, dank u man. Dankjewel voorzitter voor de informatie. Ja, het is Tom, Tom! Ja, doorlopen, die Alvinus is hier. Een man, moet ik stoppen? Nee, het is Tom ten Brinke. Tom ten Brinke met 217 uit Lutten. Voor die 1 kilometer wint. Gevolgd door de eerste dame, Britt Dunkelman met nummer 220. En dan met Robin Slumpen met 219 uit Hardenberg. Tom Vossenbrand ook gefinished. Maar die is al af. Daar komen nog een aantal toppetjes. Waaronder hier de dame met 213. Britt de Borger uit de Dalsen. 222, wat een mooi nummer heb je gekregen. Met Lucasjes en Hollandse Veld. En daarachter staat de dame met 214. Melissa Hutten uit Hardenberg. In 4:29. We zijn gaan afwachting van de laatste lopertjes. Hier op die 1 kilometer. En je moet doorlopen, door tot onder de boom door. Niet deze man, gewoon door. Deze heb je al verloren. De nummer 215 is dat dus Thomas Leusman uit Bergentheim. Thomas, even gas geven, je wordt even ingehaald. Dat is Jeffrey, ja, Jeffrey Leusman. Die komt hier nog net voorbij uit Bergentheim. En met de nummer 211, Kai Kappert van Spurt 88. Ja, dan achter Kai, dan is het dan met 212. Een man uit Hardenberg, Daan van der Kamp. En volgens mij, als ik zo in de verte kijk, zijn we hier ook automatisch alweer mee aan het eind gekomen. Ik heb het niet kilometer. Hebben we ze al net hier weer terug? Ja, de hand gedaan. Zou ze zomer zijn als er geen op parcours zit? Dat topje, dat is nog uit de doos. Ja, dat zag ik. Dus voor jullie is het zo meteen voor die deelnemers die hebben meegedaan voor die 1 kilometer race er een ijskool af te halen natuurlijk bij Toscane hier in Hardenberg. Nou, er zijn nog een aantal lopers op het parcours, Marcel. Oh, kijk eens, die worden dan nog geassisteerd door papa en mama's. Of durven ze niet meer verder? Wie is die man dan met het oranje shirt? Hij is nog niet meer. Kom op, het laatste stukje. We gaan hem toch uitlopen. Mama loopt wel met je mee. En we kunnen ook nog een kleine dame lopen volgens mij, Marcel. We zijn nog niet compleet. Gelukkig, we hebben nog een achterfietser. Tranen met duiten. Wat is er allemaal gebeurd? Toch geen valpartij onderweg. Hij is zijn startnummer al afgegaan. Zo zat hij ervan. Maar geef dan maar niks, jongen. Als je even over die finish komt, krijg je straks een lekkere dikke ijskool van Toscane. Nou, daarvoor wil ik wel finishen, Wim. Nou. En wat is je startnummer? Want nou kunnen we het niet zien. Sorry? Ik kom er niet verstaan. Loop maar mooi door. Loop ik met je mee. 221. Geef hem een extra applaus, hoor. De allerlaatste zal het zijn, de nummer 223, Eva Langman uit Hardenberg. Lawaai. En we hebben nog een klein stukje en dan bij Herman, die 6:42. En nou zijn we compleet, Wim. Hé toch, zijn alle 13 deelnemers op deze kilometer zijn binnen. En inmiddels, die buienradar is ook niet meer wat het geweest is, want het zal komen. In een tijd van 7:42 op de klok, wie komt daar als eerst over die mat hier? En we gaan doorlopen tot aan de finish. En niet bij deze mat stoppen, achter die fietser dan. En als het goed is, is dat Abdullahi Kaya, die hier als eerste hier gaat finishen. Nick Marsman komt eraan, jongen. En achter de vlees, Robin Klaveren. Met nummer 402, Hielke Brussel, van hangt 63 in Hogeveen. Maar dan kun je weer terugbladeren en dan kun je zien bij finish dat Abdelwahid in 7:57:84 is gefinished. Oh, wat een mooi systeem. Alleen wij moeten nog even aan wennen dat we even elkaar niet helemaal maken. Nee, het is wel heel erg mooi. Je ziet echt alles van de leeftijden, de verenigingen, de categorieën en de burgerbaarheid. De tijd. Maar goed, we hebben een aantal snelle heren weer onze binnen. Maar we zijn natuurlijk in afwachting natuurlijk ook van de snelle dame. En wie is dan die eerste dame die zo meteen gaat binnenkomen? Ik zie nog geen naam lopen. Dus krijgen we hier een finish van de dame met de 374 Sven Lovers. Die hier gaat finishen. En dan met de 387 Philip van der Horsen. En Jantje Bouwweg komt hier ook in. Volgens mij gaat het bij mij even eentje tussenuit. Ik mis twee in mijn volgorde van mijn tabletten, maar goed. 377 Roy
409. Jelmer Mol uit Hollandse Velden die daar aan het finishen. Nog een Jelmer, maar dan Jelmer met een 1. Jelmer Meehuis uit Nijverdal. En dan 407, Fabian Beert. De eerste dame, papa en mama stonden hier al langs de kant op. Laura, nog een meisje die deur op een halve mat. Laura Prins, ook van hart 63. Maar het was Eline Zomer die hier wist te winnen. En we zullen eens even kijken naar welke tijd. En volgens mijn tablet moet het dan zijn in een tijd van 9:35:63. Ja, de volgende finish is van Reinier de Boer met nummer 388. En Reinier komt uit Kralen. En zo gaan we weer doorkijken. Dan hebben we 385. Deze man, dat is Ismael Kaya. En 383 was natuurlijk Britt Roos, gevolgd door Sam Zevenhossink. Maar dat moet ik even goed zeggen. Britt is wel eerste dame natuurlijk in haar categorie. Maar die even in de gaten hebben bij de heren dat even. Dat durf ik niet zo te stellen. Dus heel. Romy Brink van je kent Thijs de Blauw en Romy Volving. Die krijgen we hier van nummer 408. Justin Berends. Gevolgd door nummer 401. Jeffrey Hutten. Daar komt de dame aan. 390. Dat is Jasper. Spanjaard, geboren door Isaac de Brink. Die finish het even met Lucca de Open. En zo ging ze hier Stefan Sonderovens, komt hier even Juri van Roven. Moet ik nog wel winnen, of heb ik wat voor de. Babbel, de zult is in 367. Juri naar de Sman. Hij komt hier naar de finish. En wie is deze mooie dame? Dat is Doreen. Doreen de Rasma uit het Nijverdal. Hier hebben we 365 Eline Lapper. Lapperring. Vervolgens Murray Hossink met 379. Waar even afgeleid natuurlijk met die nieuwe dingen en techniek. Moet je nog maar even vergeven, het is ons ook allemaal nieuw. Maar we zijn natuurlijk wel modern, we gaan er wel, wij staan daar wel voor open voor dat soort technieken. En daar komt een drama aan in de verte. Nog een klein stukje, tot aan die boog, zet hem door. Jij kunt het als geen ander, kom op, zet aan. Je gaat hier finishen. Ik zei ja, maar als ze lang haar hebben, dan zeg ik dat grappig is. Bram, Bram Lamai. Kom over de man, we gaan zien door over de naam. Ik over de man, door over. Ja, nu ben je gemist. Bram, jongen, 12. Ja, dan komt nog een dame in, maar zo. Ja, dat is Busra Kaya. En Busra, die gaat hier finishen. Busra, die komt uit de Rijssen. We zijn nog lang niet allemaal binnen, want in de verte zien we daar nog een lopen aankomen in de zit. En eigenlijk zouden we dat moeten uitleggen, maar vanaf daar is het toch nog wel een paar honderd meter voordat je hier bent. En dan hoor je onze zoetgevoelige stem en denk ik ben er al bijna. Ik zet nog even aan en zo is het. Kom op, dat laatste stukje, tot aan dat bord finish. Jij gaat het doen. Kom op die klokken, 13:11, onder die 13:30, dat ga je redden. En wie is deze? Dat is Joey. Joey Wolding uit de Krim, kom op Joey Wolding uit de Krim. Dat laatste stukje, onder die 13:30. En dan doe je dan toch maar weer 13:25 en een beetje. En verder zien we daar weer een loper aankomen weer. 20:07. De prijsuitreiking wordt hier gevraagd, hoe laat is die? 20:07. En waar is die? Die is hier. Voor de mensen die in de prijzen zitten. Om 20:07 de prijsuitreiking, al hier. En op die 2,5 kilometer hadden we twee categorieën. Dus denk niet van, ik was ergens als 10 binnen, ik heb vastgeprijs. Dat kan maar zo eens dat je een doorprijs hebt. Omdat we met twee categorieën werken. En hier krijgen we een finish van de dame. Kom op, de dame uit Hardenberg. En dit is Maud Onink. Goed zo, Maud. Dat laatste stukje. En ook een Maud
die zijn er nou hier. Dat is nu Job Romein. Of hij komt uit Harderberg. Job, dat laatste stukje. Naar die boog toe. En dan wordt nog een sprintwit. Die hebben nog energie over na 2,5 kilometer. En wie zijn dat dan? Het is Anneboom en Hinderboom. De volgende is het aan broer en zus. Dat zou wel eens kunnen. Het is even niet aan elkaar toe, maar het is toch. Nou, volgens mij was het Anne die daar net iets voor broer Hinder over die finish kwam. Hier tijdens deze 7e editie. Hier van die Kempenstad lopen. Ik zie er ook alweer wat toffe leden zich aan het warm lopen. De winnaar is natuurlijk van vorig jaar. Marije Rulsebos, zij is aanwezig. En houdt ze van het parcoursrecord. En houdt ze van het parcoursrecord. We hebben een nieuw parcours en zij gaat dat aanvallen. Daarom is ze speciaal hier naartoe gekomen. Ze zegt, ik ga hier in Harderberg, ik ga hier vlammen. Dan verwachten we dat weer. Ze zijn zeer nieuwsgierig, wat kan zij? En ik weet niet of we nog een achterfiets zou hebben. Die is er overleefd is. Hadden we nu maar 1 kilometer, maar ik had geen idee of we dat 2,5 ook nog hebben. Ik heb geen idee, we hebben hier om 7:30 de start van de 5 kilometer. Ja, ik zie daar gewoon over aankomen, maar jongens. We zijn niet helemaal voltallig weer op dingen. Ja, dus is dat een fiets naast. Ik weet niet of dat een bezemfiets is. We hebben in ieder geval wel een fiets erbij. Dus misschien is dit wel de laatste. Ik zal er zo meteen even vragen. We zijn in ieder geval op zoek naar die laatste loper of loopster. Hier op die 2,5 kilometer. Kom op, de laatste stukje. Moedig dan ook. Hup, al die handjes op elkaar. Kijk, daar krijgt ze energie van. Ze gaat alweer harder lopen. Ze ziet die finish. Ze ziet die boog. Ze neemt dat gelijk redden. Onder die 16 meter. Wie is die jongen aan de hand? Ze is een boog geleerd. Uitlaag Zutten. Kom op, boog. Onder die 16 meter. Kom op, je kunt het. Oh, dat was het probleem. Ze liep met Evi. Oh ja, Evi die zegt, hey, nou moet je... Evi had nog rust voor in die zin, ja? En nou moet je het stukje wandelen. Ja, dat kan natuurlijk niet goed gaan in een wedstrijd. Er komt natuurlijk ook een wedstrijdversie aan. Kijk eens, ik krijg een kassel op. Moet je betalen? Jongens, praat mij bij, want dit is voor iets moois. En ik denk dat Bovenin is de laatste loopster, dat is al die 2,5 kilometer. Volgens mij zijn we niet meer in de zicht van een achterfietser.